In 1568 was de Nederlandse opstand officieel begonnen met die slag bij Heiligerlee. En de eerste jaren was die opstand dus niet bepaald succesvol geweest. Pas in 1572, met de inname van Den Briel door de Watergeuzen, kwam er een beetje schot in de zaak. Nou, we gaan nu eens kijken hoe dat dan eigenlijk verder ging. Want Alva die vocht natuurlijk heel hard terug, maar het lukte Alva maar niet om de opstand in de Nederlanden snel neer te slaan. En wat je dan dus krijgt, is dat er eigenlijk gewoon een ordinaire burgeroorlog ontstaat. Want aan de ene kant heb je Spaanse soldaten onder leiding van Alva, maar in principe is Alva nog de baas over de Nederlanders, of in ieder geval de landvoogd. Dus zou je kunnen zeggen, het zijn ook een soort Nederlanders. En aan de andere kant heb je dus Nederlandse opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje. En dan hebben we het dus ook over die Watergeuzen, ook Nederlanders. Dus je hebt op Nederlands grondgebied, in Nederlandse steden, heb je Nederlanders tegen Spanjaarden vechten, maar eigenlijk dus ook een beetje tegen landgenoten. En er zijn ook nog genoeg Nederlanders die de kant van de Spanjaarden kiezen. Dus het is een heel ingewikkeld iets in het begin allemaal. Nederlandse burgers tegen elkaar in ieder geval. Nou, en hoe verloopt dat dan eigenlijk zo, dat vechten? Nou, in het begin was de opstand dus echt beperkt tot eigenlijk de gewesten Holland en Zeeland. En dan werd er eigenlijk van stad tot stad gevochten. Veel steden die hadden zich aan de kant van de opstandelingen geschaard in 1572 met die statenvergadering. Die hadden dus ook Oranje uitgeroepen tot hun stadhouder. En die steden die werden weer terugveroverd door de Spanjaarden. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Haarlem, dat probeerden de Spanjaarden ook bij Alkmaar en dat deden ze ook bij Leiden. En dat is nou typisch zo'n voorbeeld van hoe die Nederlandse opstand, oftewel het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat, hele mond vol weer, werd uitgevochten. En dit is ook weer zo'n voorbeeld waarvan de examenmakers zeggen dat moet je kennen. Nou, hoe ging dat dan in zijn werk? Leiden had in 1572 ook de kant van de opstandelingen gekozen en zich ook achter Willem van Oranje geschaard. De Spanjaarden vonden dat niks en die probeerden dus de stad terug te veroveren. In 1573 omsingelen Spaanse troepen de stad bijna een jaar lang en hongeren de stad dan ook uit. Nou, dat gebeurde eigenlijk twee keer kort achter elkaar dat die Spanjaarden dus Leiden omsingelden. En daarmee probeerden ze dus de toevoer naar Leiden af te snijden, zodat er geen voedsel en geen andere levensmiddelen meer de stad in zouden kunnen. En op die manier wilden ze gewoon geduldig wachten totdat de stadsbevolking van Leiden zich gewoon overgaf, omdat ze te veel honger hadden. Nou ja, de eerste keer werden de Spaanse troepen uiteindelijk weggeroepen om in de buurt van Mook bij Nijmegen te gaan vechten. En het Leidse stadsbestuur joeg eigenlijk de waarschuwingen van Willem van Oranje onder andere in de wind van pas op, die Spanjaarden komen terug, dus zorg ervoor dat je genoeg voedsel hebt. En de Spaanse troepen die komen terug, de stad wordt opnieuw omsingeld en nu blijven de Spaanse troepen en dan begint de ellende in Leiden wel behoorlijk groot te worden. Leiden had op dat moment zo'n 18.000 inwoners en uiteindelijk zullen door die omsingelingstactiek zo'n 6.000 Leidenaren, een derde van de bevolking dus, sterven. Wat zal uiteindelijk voor de oplossing zorgen? Dat zijn de Watergeuzen, die krijgen van de Staten van Holland de toestemming om bij Rotterdam een aantal dijken door te prikken. En daardoor lopen de gebieden rondom Leiden onder water en de Spaanse troepen moeten dan vluchten. En dan kan er per boot, want er is nou heel veel water rondom de stad en heel veel landbouwgrond is ook verloren gegaan. Maar per boot kan er dus vers voedsel weer de stad ingaan. En zo wordt Leiden dus uiteindelijk ontzet en blijft Leiden in de handen van de opstandelingen. Nou, en als dank daarvoor zal Leiden een jaar later van de Staten van Holland de toestemming krijgen om als eerste Noord-Nederlandse stad een universiteit op te richten, die we nu nog steeds hebben. Oké, dan even naar die figuur van die Willem van Oranje. Wat is eigenlijk nou precies zijn rol en hoe kijkt hij tegen die hele opstand aan? Nou, Willem van Oranje, zijn ideaal was eigenlijk gelijke behandeling van katholieken en protestanten. En als je naar zijn levensloop gaat kijken, dan is dat ook wel logisch. Want hij wordt geboren en Luthers opgevoed. Uiteindelijk komt hij aan het hof van Karel V terecht. Die ziet in hem als hoge edelman een toekomstig bestuurder. Maar hij zegt, één voorwaarde, als je aan mijn hof komt, dan moet je wel katholiek worden. Dus Willem van Oranje bekeert zich tot het katholieke geloof. En later als de opstand zal beginnen, dan zal hij weer calvinistisch worden. Dus eigenlijk maakt voor Willem van Oranje dat geloof eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Hij zegt, jongens, waarom kunnen we niet gewoon verdraagzaam ten opzichte van elkaar zijn? Katholieken en protestanten moeten gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dat is wat hij wil, dat is een ideaal. Helaas is de werkelijkheid anders voor hem. In de praktijk blijkt er veel oneenigheid tussen katholieken en protestanten te bestaan en die gelijke behandeling die komt er dus niet. En Willem van Oranje weet dus ook van, oei, als ik veel mensen achter mijn opstand moet krijgen, dan moet ik ervoor zorgen dat ik wel een goede invalshoek kies. En dan kan ik het niet alleen op dat geloof gooien. En dat is wel wat Willem van Oranje wil. Hij wil veel aanhangers. Hij wil dat de hele Nederlandse bevolking tegen Alva in opstand komt. En daarom maakt hij dus heel veel gebruik van propaganda.
het beïnvloeden van de mening van een hele grote groep mensen. En vaak gaat het dan om politieke boodschap. En opstand, dat is wel iets wat we toch wel politiek zouden kunnen noemen, denk ik dan. En iets dat een goed voorbeeld is van die propaganda die Willem van Oranje gebruikt, is het Wilhelmus, ons volkslied. Wilhelmus van Nassau, dat is Willem van Nassau, oftewel Willem van Oranje. En dat is eigenlijk één grote oproep voor de Nederlandse bevolking om in opstand te komen. En ook een soort verantwoording waarom het goed is om in opstand te komen. Nou, Willem van Oranje die maakt niet echt gebruik dus van die invalshoek van het geloof, maar hij legt in zijn propaganda de nadruk veel meer op de verdediging van het vaderland. Je zou verwachten, oké, we hebben hier te maken met katholieken tegenover Calvinisten, dan zal hij dat ook wel de hele tijd benadrukken. Hey, Calvinisten, wij moeten samen vechten tegen die tirannen van de katholieken, maar dat doet hij juist niet, want hij wil ook katholieken achter zich krijgen. En hij kiest er dus veel meer voor om te zeggen van, hé, wij Nederlanders, wij moeten samen vechten tegen die vreemde Spanjaarden die ons overheersen. En dat zien we ook in dat Wilhelmus terug. Kijk, ga maar eens naar het eerste couplet kijken. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Ik ga het niet voor je zingen. Helaas, nou ja, niet helaas denk ik. Ben ik van Duitse bloed. En Duits, daar stond eigenlijk eerst Dietz in de oude taal. En Dietz is eigenlijk een heel oud woord voor Nederlands ook. Dus Wilhelmus van Nassau, Willem van Oranje, ben ik van Nederlandse bloed. Dat zegt hij hier eigenlijk. En daaruit blijkt dus, hey, hij wil echt ervoor zorgen dat de Nederlandse opstand wordt. En niet alleen een Calvinistische opstand. En die opstand die is niet per se gericht tegen alle Spanjaarden, die is in het begin vooral gericht tegen Alva en zijn tyrannieke beleid en ook de opvolgers van Alva. Maar die opstand is dan nog niet gericht tegen Philips II. Willem van Oranje wil helemaal niet per se onafhankelijk worden. En dat blijkt ook uit dat eerste couplet van dat Wilhelmus, een paar regels verder. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd, oftewel de koning van Spanje, Philips II dus, ja die heb ik gewoon altijd geëerd. En Willem wil dat ook gewoon blijven doen. Zolang die Spanjaarden zich maar relaxer gaan gedragen en Alva ophoepelt met zijn soldaten.